Hey, welkom. Leuk dat je kijkt. Ik ga jullie meenemen in de wereld van de vetten. En wat de goede vetten zijn, de minder goede vetten. Hoe je die zelf kan bekijken op de etiketten van de voedingsmiddelen die je koopt in de supermarkt. Zodat je eventueel wat bewustere keuzes kan maken. En ja, om te beginnen, vetten zijn hartstikke belangrijk. Het zijn namelijk onze bouwstenen voor onze cellen, voor onze hormonen, voor ons gal. Maar vetten die we tot ons nemen zorgen ook voor energie. Dus het is ook heel erg belangrijk in onze energiebehoeften. Maar daarnaast zorgen ze ook voor het opnemen van bepaalde vitamines, waaronder A, D, E en K. Maar zorgt het ook dat het ons beschermt tegen de kou. En dat vetlaagje zorgt ook voor bescherming van onze organen en onze zenuwcellen. Dus ik zou zeggen, schuw die vetten niet. Maar wees er wel bewust van wat de goede en de minder goede vetten zijn. Nou, daar is een heel simpel ezelsbruggetje voor. Je hebt namelijk verzadigde vetten in onze voedingsmiddelen. En dat is ook wel de V, het ezelsbruggetje, de verkeerde van verzadigde vetten. Dat zijn namelijk de vetten die ons lichaam opslaat. Die kan zorgen voor hart- en vaatziektes. Die gaan in die wanden van onze vaten zitten, waardoor ze vernauwen. Waardoor dus hart- en vaatklachten kunnen krijgen of een verhoogde bloeddruk. Maar die verhogen ook ons cholesterol. Dus de verzadigde vetten zijn ook wel de verkeerde vetten. En waar vinden we die? Ja, in ontzettend vet vlees. Maar ook in alles wat gefrituurd is. In koekjes, in gebak. En je moet je voorstellen, verkeerde vetten, de verzadigde vetten, die zijn op kamertemperatuur zijn die vaak wat harder. Dus als je bijvoorbeeld bakvet hebt dat hard blijft buiten de koelkast, zitten daar over het algemeen heel veel verzadigde vetten in. Nou, en als je veel van die verzadigde vetten tot je neemt, ik gaf het al aan, dan heb je een kans op een verhoogd cholesterol en maar ook meer kans op hart- en vaatziektes. Nou, daartegenover hebben we de onverzadigde vetzuren. Dat is ook wel de O van oké. Dus onverzadigd. Dat zit ook in plantaardige producten, maar ook in onze braadproducten, in pindakaas, zuivel, verzin het. Overal op elk pakket kan je lezen wat voor vetten in het product zitten en hoeveel daarvan verzadigd en onverzadigd is. Nou, ik zal bijvoorbeeld een product als slagroom laten zien. Hier kan je heel makkelijk op lezen hoeveel vetten er in dit product zitten op 100 gram. Nou ja, zoals je kan zien zitten hier in slagroom zit 28 gram vet op 100 gram voedingswaarde. Nou, hoeveel daarvan is verzadigde vetzuren onverzadigd? Nou ja, dat is heel erg belangrijk om te weten, want dat geeft aan in hoeverre dit product ook een gezonde keuze voor je is. Nou, van de 28 gram vet die erin zit, is 20 gram verzadigd. Dus dat zijn die verkeerde vetten die erin zitten. Dus dat is een ontzettend hoog percentage. Dus mocht je slagroom willen kopen, kan je bijvoorbeeld kijken van, nou ja, ik ben daar oké mee dat er veel verzadigde vetten in zitten. Maar je kan ook kijken, is er een andere keuze? Dus is er bijvoorbeeld een light keuze en hoeveel onverzadigde vetzuren zitten daarin? Nou, je kan je bijvoorbeeld een lichte mayonaise laten zien. Yo Fresh, die is meer gebaseerd op yoghurtbasis. Die geeft aan dat er 26 gram per 100 milliliter in zit, waarvan 2,1 verzadigd is. Nou, dat is dus heel weinig. Dus dit is een gezonde keuze als je het hebt over mayonaise. Nou, het heet dan Yo Fresh in dit geval. Maar het is een gezonde keuze, want er zitten heel veel onverzadigde vetten in. En hoe meer onverzadigd tegenover verzadigde vetten je opneemt, hoe automatisch je cholesterol ook meer verlaagt. En wat daarbij ook nog een bijwerking is van veel verzadigde vetten tot je neemt en daarnaast weinig bewegen, is dat je lichaam dat ook sneller opslaat. Dus het zijn echt die verharde vetten, die verzadigde vetten, die verkeerde vetten ook wel. Die sla je heel snel op. Dus als je weinig daarnaast beweegt, maar wel veel verzadigde vetten tot je neemt, verhoog je dus niet alleen je cholesterol en de kans op hart- en vaatziekten, maar je wordt ook nog sneller dik ervan. Je houdt veel een hoog vetpercentage vast. Nou, om nog een ander voorbeeld te geven. Bakolie.
Daar zitten ook vetten in. En dan wordt ook heel duidelijk aangegeven hoeveel daarvan verzadigd is en hoeveel onverzadigd is. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar er staat heel duidelijk een kopje verzadigd en onverzadigd. En verzadigde vetten is 6,8 gram. En onverzadigde is 63 gram van de 70 gram wat die vetten zijn. Dus 70 gram is van 100 is vetten, waarvan maar 6,8 verzadigd en 63 onverzadigd. Dus het is ook een redelijk gezonde keuze. Dus daar een heel leuke. Dus ik geef je als tip. Als je naar de supermarkt gaat, ga op een rustig tijdstip als je eens wilt kijken naar de keuzes die je maakt en wat voor andere keuzes daar tegenover kunnen staan. Als je wat bewuster wil kijken naar wat zijn die onverzadigde en verzadigde vetzuren en hoe kan ik wat minder van die verzadigde vetzuren tot me nemen. Nou, het is dus heel makkelijk in je leven te implementeren door bewuste keuzes te maken, maar ook eens naar je eigen koelkast te kijken of je eetpatroon of er dingen ingeruild kunnen worden voor iets anders wat misschien wel even lekker is. En ja, dat even kort samengevat over die verzadigde en onverzadigde vetten. Even een korte samenvatting. En dan is natuurlijk de vraag hoeveel vetten moet ik nou per dag binnenkrijgen, waarvan natuurlijk het liefst zoveel mogelijk onverzadigde vetzuren. Nou, er zijn in dieetland heel veel verschillende meningen over. Ook in de trainingen die ik altijd heb gegeven, waren er heel veel discussies onderling. Want het zijn golfbewegingen, ook wel met diverse voedingstrends die er gaande zijn. Maar om de basis bij de basis te houden is, we halen onze voeding gedurende de dag uit eiwitten, koolhydraten en vetten. En ja, ongeveer tussen de 20 en de 40% van onze voeding halen we uit vetten. Dus zo kan je in je dag een beetje inreguleren hoeveel jij op dit moment binnenkrijgt. Is dat meer dan die 40%? Dan is er eventjes voor jou een momentje om te kijken, kan ik wat meer uit die koolhydraten of eiwitten halen? Ja, dus dat is een beetje die maatstaf. Ik zou zeggen, heb je hier wat aan? Geef er een duimpje, abonneer je op mijn kanaal, zodat je mij steunt in mijn weg naar meer kennisdeling. Laagdrempelige informatie tot beschikking stellen tot iedereen. En ja, heb je zelf vragen? Laat vooral een comment achter. En dan zie ik je bij het volgende filmpje.